Mijn naam is Wouter, 19 jaar. En verlaten gebouwen ontdekken is voor mij een avontuur beleven. Van verlaten mijnen tot verlaten kastelen en fabrieken. Ik ben er geweest. Over een paar uur ga ik in een busje die is omgebouwd tot een camper naar Noord-Berlijn. Dat is ongeveer 700 kilometer rijden, ongeveer 7 uur. Ten noorden van Berlijn zijn er twee late Russische kazernes uit de oorlog verstopt in een uitgestrekt bos. Kijken of hier optreedt. Ja. Poetin? Wie weet. In zijn latex pakje. Waar gaan we nu naartoe? Oh, in de theaterzaal. Ja. Staanplaats dus. Staanplaats vandaag. Dat is wel een noodgang. Belitz. Ja. Belitz Huilstatte. En wie is hier verzorgd ook nog? Aan zijn blinde darm. Zeg het maar. Adolf Hitler. Nou, gezellig. Ja. Kunnen we erin, Wout? Helaas niet. Tot nu toe nog niet, hè? Dat gaan we wel proberen. We gaan het sowieso proberen. Ik denk ook. Alles is goed dichtgetimmerd, na de laatste keer dat ik er was. Maar we gaan het proberen. Heb je wel gevonden? Jazeker, ik heb hier niet gevonden. Gaan we proberen. Ik volg je. Thank you.
Jungle. Jungle. Whoa, never ending story. Zijn we net in de gymzaal geweest? Ja. Welk lokaal hadden we ook weer les? Weet je dat nog? 11B. 11B, dat is helemaal achter. Ik denk dat mevrouw de Vries heel boos gaat worden dat we laat zijn. Nou, mevrouw de Vries gaat nog bozer worden, want we kunnen het lokaal niet vinden. Zit er in ieder geval te schijten? Dit is een van de vele gebouwen. En eigenlijk hebben we gewoon tekens eigenlijk een beetje wel voor weg kwamen. Aanwijzingen. Hey, we hebben nu ongeveer al een uurtje gelopen. Hoeveel hebben we al bestreken? Ja, nog maar 10%. Nog heel veel te gaan. Wat een lang dagje wordt het. Ja. Ja, geen idee wat dit nou weer is. Maar we gaan even kijken. Ik zie het staan met film binnen rechtsboven, zie je dat? Filmprojector. Zou het cinema geweest zijn? Ja, theater. Ja, theater? Wat voor film draait er? Jaws 33? Oh, gaaf. Ja, dat is mooi. Ja. Aan de andere kant van de bioscoop waar we net waren, hebben we ook de gymzaal. Met gelukkig alle tekens er nog op. Dit is een straat, we hebben net het meeste bos gehad. En je ziet de natuur hebben het overgenomen. Daar staan nog twee flats. Nog een achter. Ja, lelijk hè, dat beton erin. Een hele korte straat. Zal onze Giekje thuis zijn, niet? Even kijken. Wat wij zeggen, jongen, tot nu toe, want voor mij heeft wel 80% gehad. Ja, steeds meer. Dit is wel de mooiste eigenlijk, hè? Dat is zeker de mooiste.